Reuze drukte op een stelwiel. Het lijkt wel op iedereen vandaag die een rotberg op wil. En wij rijden tijdrit. Iedereen kleedt zich om. Nog 10 seconden! 5, 4, 3, 2, 1, succes! Daar gaan we, jongens. Hou de berg op. En kijk nou eens. Volle bak naar boven. Hier moeten we weer op. Dan zien we net het kopje van Ingmar nog weggaan. Daar moeten we weer op. We gaan snel naar boven toe kijken hoe de kopgroep ervoor staat. Boven die bochten die we net gezien hebben, zijn bij de kop van de koers. Daar pennen we nu heen. Dan zien we Niels aankomen, nog steeds met een hartstikke goede tred. En het gaat hard. Dit moet een hele snelle tijd gaan worden. Niels op kop, daarachter in de bocht in de verte zien we Kooijman aankomen. En dan een 100 meter, 150 meter daarachter Bob de Vries. Dat zijn de drie mannen die op kop liggen. Naar beneden in de bocht zien we ook Ingmar Berga nog. En daartussen zit ook nog Jorrit Bergsma. En Evert Holwerf, Mats Stoltenberg. En maar alle jongens zijn bezig met een hartstikke snelle, goede klim. En dat immense bochtenspektakel, zeg maar, is op dit moment de hele groep bezig zich naar boven te wringen, te vechten, te knokken. Maar als je hierboven bent, dan ben je er nog lang niet. We hebben hier nog 19 bochten te gaan. Dan krijg je zometeen daarboven nog een stukje dat lijkt naar beneden te gaan. Mentaal vreselijk slopend, want het loopt gewoon op. En daarna begint de berg net omdat hij compleet weer opnieuw begint. Dit punt maakt ook een legendarisch deze berg. Het lijkt naar beneden te gaan, maar het gaat omhoog. Hier gaat Niels, die gaat op weg naar het Valsplat. Nou, als er valse plat in de wereld is, dan moet je het mij maar vertellen. Maar op het moment dat je hier bent, dan denk je dat je naar beneden gaat. Maar je gaat niet naar beneden. Het kreng houdt nooit op. Daar komen ze weg. En kijk, daar komt Kooijman. Kijk nou toch eens even. En Bobby. Bob die is nu toch wel op beslissende achterstand hier gereden. En in de verte, daar weer 400 meter achter, ligt Jorrit. En Jorrit had een hele goede tred. Ik zie dan dat Evert en Mats, die zijn bij elkaar gekomen. Die gaan elkaar helpen hier op dit stuk. En die gaan naar het stuk Valsplat. Recht voor je kijken. Pedalen naar beneden. Op techniek fietsen. Gewoon op techniek fietsen. Op techniek fietsen. Dat goed zo. Hartstikke beste heren Jan. Kom op jongens. Wordt snelste tijd ooit. Kom op. Rossen met die hap. Gaat best. We zien een Kooijman. Val bij elkaar. En ik moet in mijn eerste versnelling. Anders kom ik niet mee. Zo stijl is het hier. Kom op jongens. Kom op, dit wordt finale. Wij gaan naar de finish. Dit is simpel. We gaan hier de snelste tijd ooit rijden. Twee mannen komen eraan in volle sprint. Jongens, wat is dit een apotheose? Kom op! Het is Kooijman. Als eerste in 4 minuten 20. En Niels, 4 minuten 24. Wat een koers. Bob, hartstikke mooi. 6,55. Lukt net niet binnen de 7 minuten. Daar is 7-1. Bobby binnen. Plek Jorrit boven. Jorrit komt boven. Is 7,51. Keurig Jorrit. Daar komt Mats boven. In 8,44. Net die jongen. En die wint ermee het duel van Evert. Evert. Jongen, kom op. Zo gaat ze de beste tijd rijden. En Evert komt boven net niet binnen 9 minuten. 9 minuten en 1. En dan komt Ingmar boven. Het ze niet ingehaald. 12 uur. Op 1 uur 10. 1 uur 10. 5. Ook. 20:44. Keurig. Hartstikke best. 1 uur 20 minuten en 50 seconden. En daar komt Carlijn als tweede dame aan. 23 minuten. En keurige tijd. 32 seconden.
En hier komt Willem boven. Hartstikke best Willem. Willem is niet fit. 25. 41. En we staan hier. En dan komt onze laatste teamlid komt naar boven door Heather. Last 100 meters. And you did it. You won. Not the mountain. En we schrijven 34 minuten en 51 seconden en Heather is boven. Het team is compleet. Keurig.